potentieel afgekeurd voor een of andere reden. Is er vaak het laatste nieuws. Je houdt ook in de gaten als wij een nieuw product hebben die jullie kunnen gebruiken als affiliate. Dan wordt het hier ingezet. Het zoekvenster wordt heel veel gebruikt om programma's op te zoeken. Om daar vervolgens advertentiemateriaal van af te halen. Ik zal daar ook uitleggen hoe je dat het beste kan gebruiken. Hier staan de nieuwe programma's. Als een nieuw programma live staat, dan wordt het altijd het nieuwsprogramma wordt bovenaan geplaatst. Dus je houdt het ook in de gaten. En dan hier het menu waar je de rapporten kan vinden. Zoals ik zei, ik zal dadelijk daar zullen we inloggen en dan kunnen we het ook visualiseren. Als je de kaart